Na de overwinning van NEC op Jong PSV is het nu zaak om de positieve lijn door te zetten in richting van het uitduel van dit weekend tegen MVV. Daarna volgt de topper tegen Fortuna Sittard. Trainer Pepijn Leinders was positief over de ingeslagen weg van zijn team. Maar eerst, voor wie was Leinders eigenlijk toen Liverpool en Porto tegen elkaar speelden? Liverpool, ja, ongelooflijk. Ja. Ja, het was niet alleen Liverpool die echt heel goed was. Hè. Die, maar Porto die niet datgene kon brengen wat ze dit jaar gepresteerd hebben. We hebben Porto ongeslagen in Portugal. Eén wedstrijd verloren in de Champions League volgens mij. En een hele effectieve, agressieve ploeg. Maar ja, Liverpool die met hun wapen nummer 1, 2, 3, 4, 5 counter spelen. Ja, ongelooflijk. Knap 5-0 uitwinnen. Ja. Dan de wedstrijd van vrijdag. De voorbereiding is als elke week. Ja, nou, natuurlijk. Je probeert elke wedstrijd gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden. Hè. En we moeten de lijn doortrekken van de tweede helft tegen Jong PSV, waar we heel goed staan, waar we volwassen spelen, waar we de ruimtes weggeven die wij willen weggeven. En vanuit daar datgene doen waar we goed in zijn. Hè. Dus terug op de bal zetten en de bal willen hebben en gebruik maken van onze kwaliteiten aan de bal. Want ja, dat spreekt voor zich met de spelers die we hebben. Die moeten gewoon zoveel mogelijk aan de bal zijn. Leinders houdt vast aan de gekozen tactiek. Wij bepalen waar de ruimtes die we weg willen geven en wij bepalen waar we de tegenstander willen laten spelen. En dat is of dat uit thuis of waar dan ook, tegen wie dan ook. Ja, dat moeten we samen bepalen. En, ja, we zijn een trainer die dicht bij de groep staat, denk ik, die veel overlegt. En we moeten echt samen het plan moet van ons allemaal zijn, hè, natuurlijk. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. En ik kan niet meer vragen van mijn spelers zoals ze tot nu toe gedaan hebben. Dus het is ongelooflijk ook hoe ze trainen en hoe ze de wedstrijd elke keer weer ingaan. Hè. Dus, en de rug recht hebben gehouden in de moeilijke momenten. We moeten nu, als we een goede wedstrijd kunnen spelen tegen MVV met datgene wat we besproken hebben en getraind hebben, ja, dan maken we echt een volgende stap en daar zijn we naar op zoek. Ja. De selectie is weer bijna compleet. Steven Langille trainen weer met de groep mee en Arnoud Groeneveld is weer helemaal terug. Maar we hebben gewoon heel veel opties. Hè. En, Kevin Jansen is op een hele goede weg en zorgt voor is een passende speler. Een speler die continu aan de bal is, die het spel echt goed kan verdelen. Echt een Nederlandse nummer 8, authentiek. En dat geeft ons meer mogelijkheden met Ferdi voorin. Hè. Dus waar hij juist heel goed is. Ik ben echt op zoek om de spelers steeds meer in hun kracht te krijgen. Dat is eigenlijk het enigste doel. Vrijdag om 8 uur in De Geuselt in Maastricht. MVV NEC.